Jongens, Play van mijn naam is Rick en welkom bij deze splinter nieuwe video. Vandaag gaan wij een Search and Disc cartoon met Jitse. Die ene gozer die erbij was toen Mick Team of the Year Motor inspecte. Back! Ik zit klaar. Ik ook. 3, 2, 1, boom! Heel snel, hè? Ja, ik kon hem bijna niet bijhouden. Dat was echt intens. Een speler. Holy fuck! Nee! 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 Wat is het? De enige gozer die erbij was toen Mick Team of the Year Motor inspecte. Heeft ook een kanaal, daar gaan we ook een video op doen. Check ook die video hier beneden. En we gaan likes vragen, want ja, zo weet YouTube, dus... 62.000. 62.000 likes. Gaat hem niet worden, man. Zoveel subs heb ik nog niet eens. Ik ben ook bang dat dat hem niet wordt. Je kunt altijd proberen, maar zullen we anders maar gewoon voor 1000 gaan of zo? We gaan voor 1000. Ja, dat is wel redelijk goed, denk ik. Mooi doel. Bepaal het gewoon, 1000 of meer of minder. Hey, jullie bepalen het. Gaan we een Search and Discard doen. En hoe werkt Search and Discard nou? Hey, dat is heel makkelijk. Gaan we als je coins wil kopen. FibaCoinsMarkt.nl, het koninkrijk voor 5% korting. Maar hoe Search and Discard werkt, is heel makkelijk. Jitse zegt de positie, dat kan rechtsbuiten zijn, spits, linksbuiten. En ja, dan moet je die positie discarden. Nu moeten we bepalen wie gaat beginnen. Hoe gaan we dat bepalen, Jitse? Weet je, Jitse, jij mag gewoon van mij beginnen, want ik win toch wel. Oh, we gaan het weer zo spelen. Oh, wacht, ik weet niet of ze al goed staan. Ben ik tevreden met hoe we staan? Ja, jij bent tevreden. Oké. Ik heb de volgende kaarten op de lijn staan, zoals je kunt zien. Dat zijn gewone Lorie, die is ongeveer 20.000 waard. In vorm van Arnold, die is bijna 70.000 waard. En mijn rode FUT Champions, Dele Alli, die is momenteel 170.000 waard door Harry Kane, maar anders 70 of zo. In totaal ongeveer 140.000-150.000 die op de lijn staan. Ja, en ik heb Milner in vorm 43.000. Ik heb Müller in vorm 87.000. En ik heb Plattenhaard, die is ongeveer 20.000, maar untradable, dus ik kan niet zo bij zien. Nou, dat is best wel wat op de lijn staat. Ja, er staat veel op de lijn. En, kijk, als het nou FIFA 16 was, had het me geen fuck kunnen schelen. Maar om een of andere reden... dit jaar wel. Dus ik ga winnen, dan weet je dat alvast. Want er staat er eentje op jou. Wacht, welke opstelling heb je? Ik heb de 4-3-3. Links wing, left wing. Links buiten. Links buiten. Oké, we gaan zo spelen. Weet je dat zeker? Ja, ik weet het zeker. Maar misschien is het bronzen. Ja, dan is het een bronzen. Misschien zou ik dan anders reageren. Nee hoor, gewoon links buiten. Oké, dat is... Kom nou, linksbuiten. Dat is brons. Je hebt niet lopen switchen stiekem, hè? Nee. Ik hoorde heel zacht een knopje. Dat ingedrukt. Ja, maar dat is voor discarden, weet je wel. Oh ja, zeker. Grapje, okay. Te zien voor Milner. For fuck's sake. Hoe kan je zo snel zijn? Nice. Ja, ik zei, er staat wat op de lijn. Ik ga winnen. 43.000, hè? Ja. Dat is heel kut. Dat is echt veel dit jaar. Dat is gewoon goal 2, eindig in de weekend league. Ja, nou, 3-2. Er zijn gewoon spelers op mijn team, dus ik vind het heel kut. Oké. Ja, ik ook trouwens. Lorie zit in mijn team van Arnold en Dele Alli. Ja, ik ga je meteen terugpakken. Ik kies jouw keeper. Kom op. Ja, dat is toch... Ja, kijk. Hij komt uit de BPL, maar dat zijn alle drie mijn spelers, dus dat zegt helemaal niks. Nee, het was gewoon een bronzen speler. Davy. Lekker voor je. Je was wel bijna in de buurt. Bijna een beetje. Oké. Niet echt. Maar toch wel, het is lastig, weet je. Er zitten maar 11 spelers namelijk. Maar goed, oké, mijn beurt, hè. Doe maar de linker center mid. Weet je zeker? Ja, ik weet het zeker. Fuck sakes! Dat is Alejo. Oh, is hij is echt mijn favoriete speler. Oh, dat is die zieke bronzen speler, of niet? Ja, god shit, man. Oh my god. Ja, daarmee speel ik dus mijn Weekend League altijd. Hij is mijn topscorer. Ja, hij zit ook in mijn team, daarom. Ja, hij is fucking beast. Ja, oké. Nou, ja, weet je, ik vind, misschien moet je een uitzondering maken voor hem. Nee, ik heb hem al gediscard. Oh, wauw. Man, dat je de ballen hebt om dat te... Ja. Heb jij de ballen om je rechts buiten te discarden? Ja, zeker. Hij heet Seager. Het is een bronzen 360-graded striker. Hey, zolang jij mijn Müller niet hebt, vind ik het allemaal goed. Dus pak hem maar gewoon niet, dan is het goed. Müller, middenveld, rechter mid. Rechter, Sam. Rechter center mid, ja. Weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Ja, oké. Ja, je bent... Ja, dit maakt me eigenlijk niet zo uit. Het is invoer plat en hard. Oké, dus ik heb er al 2. Ik ben goed onderweg. Ja, je bent goed onderweg. Oké, dan ga ik ook voor jou rechter, Sam. Kom op. Oké. Wie denk je dat het is? Ellie. Van de 3. Ellie? Nee, het is Hedges. Een of andere bronzen speler. Fuck! Ja, van de 3 zeg jij. Ja, weet ik veel. Ik wil die gewoon een speler laten gokken. Kan af en toe, weet je. Ja, dat is gewoon heel jammer. Oké, dus. Hoe kan ik zoveel missen? Je linker centerback. Daar staat je Müller. Jij moet echt... Prank me niet. Laat het echt zo zijn. Wat sta je?
Hè? Wat linker zei center mid, linker center back. Center mid. Center back. Linker center mid heb ik al gegokt. Dit is gewoon echt niet leuk. Heb ik gewonnen? Ja. Was het zo makkelijk? Ja, blijkbaar. Vier keuzes nodig gehad. Nee. Vier keuzes. Ik ben er nooit zo snel ingemaakt. Kijk, weet je wat het is? Je begon te trash talken aan het begin. Dat gaat gewoon niet goed. Maar dit doet echt pijn, hè? Ik heb al mijn spelers nog. Ik vind het heerlijk. Hij kostte mij fucking 88k en laat mij discarden. Ja, en het voelt eigenlijk heel erg lekker. Ergens voel ik je pijn, want ik weet hoeveel coins betekenen dit jaar, maar aan de andere kant is het gewoon... Hey, weet je, hou je mond maar, hij is al weg. Oké, nou, ik ben 180k armer geworden in hoeveel minuten was dit? 6 of zo. 6 minuten, dankjewel. Jee, echt super tof. Jits heeft nog alles, daar ga ik een verandering aan brengen, want op Jits is een kanaal gaan we nu ook een Search and Discard opnemen. En waarschijnlijk neemt hij dezelfde spelers mee, neem ik aan. Ja, misschien eentje die iets goedkoper is. Nee. Het is mijn kanaal, dus het kan me geen fuck schelen. Nee. Ik ben zo blij dat ik me van Arnold en Laurie niet hoeven te discarden. Oké, Laurie mag je vervangen. Oké. Dus ik ga dan Bas Dos erin zetten, mijn rode Bas Dos kaart. Ik gunde jou dit, weet je wel. Ik dacht, dan heb jij op jouw kanaal al die spelers nog. Nou, thanks. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken op deze video. Ja, doe je duimpje omhoog. Abonneer op Jits, abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. Zou ik niet doen. Kijk, hij is zo slecht. Ja, weet je, misschien vergeet ik per ongeluk de link. Hij is weer zo, in zo'n mood hoor vandaag. Maar ik hoop dat jullie genoten. Ik hoop dat ik bij Jutsen daar terugzie of bij een nieuwe video. Mijn naam is Mick en ik zeg zoals altijd, wat zeg ik? Mick out!